Jean-Paul de Jong, de trainer van Eindhoven. Hoe voel je de wedstrijd vandaag? Nou, ik denk dat het met een fantastische ambiance. Dus je ziet het stadion uitverkocht. Twee ploegen die natuurlijk toch ook waar een stukje prestige op het spel staat. De Lichtstad derby en uiteindelijk naar het einde toe trok de PSV de wedstrijd naar zich toe met een 3-0 overwinning. Een beetje geflatteerd, maar ik was zeker niet ontevreden. Eindhoven was goed aan de bal, maakte het PSV moeilijk. Ze gaven echt goed tegenstand aan het grote PSV. Nou, je ziet dat wij natuurlijk gegroeid waren. Hè. Natuurlijk niet voor niks, verleden jaren goed gepresteerd. En, nou, de grote groep is in het geheel bij elkaar gebleven. We hebben nu wat doorgeselecteerd. En vandaag heeft iedereen ook zijn speelminuten kunnen maken. En het is gewoon in de voorbereiding weer fit worden. Hè. Dus werken aan het fysieke en werken aan onze speelwijze. En daar gaan we de komende weken weer mee verder. Ja, want wat zegt zo'n wedstrijd nu, zo'n Lichtstad derby, over Eindhoven voor het komende seizoen? Waar het niveau is, waar Eindhoven staat? Nou, de wedstrijd in het voorbereiden, ja, daar kun je eigenlijk nog niet echt veel uit zeggen. Het is vooral wel zien dat wij opviel. Ik vond dat FC Eindhoven vooral fit ooggretig was. En dat moet zo blijven. Hè? Want dat is wel belangrijk in de voorbereiding. Daar waar je de intensiteit omhoog schroeft, is dat als we de wedstrijden spelen, dat we nog altijd zeer veel energie in kunnen blijven leggen. En dat was vandaag het geval. Dus wat ons betreft een zeer nuttige wedstrijd. En er zullen zeker dingen zijn die we kunnen verbeteren. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien. Eindhoven had eigenlijk een doelpunt verdiend. Hè? Zit daar een klein probleem, het scorend vermogen van Eindhoven? Nou, dat kun je ook nu nog niet echt 1, 2, 3 zeggen. Ik vond wel dat als we dan in de 16 kwamen van de tegenstander, dat we net even niet de laatste overtuiging hadden. Maar goed, dat is nog in de voorbereiding. En uiteindelijk speel je niet voor niks tegen PSV. Hè? Dus dat is toch de top van Nederland. Eerste keer op kunstgras, een wedstrijd gelijk tegen PSV. Tevreden over dat gras, dat kunstgras? Ja, je ziet dat we er goed mee uit de voeten kunnen. Het was vandaag niet gesproeid. Dus je zag de her en der dat de bal nog wel eens even wat stroef werd. Maar goed, alle tweede teams hebben daar last van of een profijt mee. En ik vond gewoon dat wij er goed mee overweg kunnen. We hebben zeer bewegelijke spelers daarin. En nou ja, goed, wat dat betreft is het een geslaagde avond.